Leuk te kijken naar weer een nieuwe vlog. Het was eventjes geleden, maar er is weer een vlog. En ik moet jullie toegeven, dit is een vlog van de afgelopen 2 weken. Ik heb namelijk getracht om weekvlogs te maken, maar dat was gewoon niet helemaal gelukt. Ik had het mega druk. Mijn moeder ging emigreren. Daar heb ik heel veel tijd aan besteed. Ik ben meegegaan naar Spanje. En misschien ook wel het belangrijkste, en het raarste ooit, want ik zet jullie even neer. Dat echt kan niet geloven dat ik dat kan zeggen. Nog steeds niet, ook al was het sinds gisteren. Ik ben klaar met therapie, doodziek. Echt bizar. Ik ga daar later even wat meer over praten, want ik heb gewoon een beetje de leukste beelden wel bewaard. En het is best wel een lange video, gewoon zoals normaal. Dus ik zie jullie gewoon binnenkort even en dan ga ik jullie even updaten hoe dat dus zit met mijn therapie. Want ik denk dat ik ook nog niet helemaal ready ben. Of zo, want er is nu een hele onzekere periode even aangebroken. Sinds letterlijk gisteren. Dus ik moet het even een plekje geven. Dus heel erg bedankt dat jullie alsnog willen kijken naar deze vlog. Met gewoon wat relatief oudere beelden. Zo van de afgelopen 10, 12 dagen of zo. Dus het valt allemaal wel mee. Veel plezier met kijken. En alvast heel erg bedankt dat jullie weer de video zijn gaan kijken. Ook al heb ik 2 weken even niet geüpload. En mocht je benieuwd naar deze trui van deze, die is van Naked. Ik zal hem even linken in de beschrijving. En ik heb ook nog een kortingscode voor jullie. En gisteren, dus die stories staan nog online. Heb ik even andere items laten zien die ik heb gekregen ook van Naked. Dus mocht je benieuwd zijn naar een aantal spulletjes, neem maar even een kijkje. Dag schatten, ik moet zwaar opschieten. Lala. Ik had een beetje een drukke ochtend. En nu heb ik me al aangekleed en moet ik nog even van tas wisselen. Want daar maak ik altijd veel foutjes. Dat ik zeg maar mijn spullen niet overgooi. En dat ik dan mijn shit niet heb. Hè? Wie kent het niet? Niet zeggen dat jij dat niet kent. Dat jij niet verstrooid bent. Want dat geloof ik niet. Oké, sieraden. Die zou ik ook vergeten zijn. Er zit zilver op mijn tas. Zilver in mijn... Nee, dit is goud. We gaan toch voor zilver. Ik heb in mijn fruitschaal wel wat fruit en avocado's, maar ook mijn sieraden. Oké, ik ga nu. We hebben een pers-event, Leonie en ik. Dus daar gaan we samen heen. Oeh, oordopjes. Dus dat is het leuk. Jij in de zon. Ja, de zon. Het is echt... Oeh, tietjes. Ik ben nou enkel. Maar het is echt heerlijk weer. En wij gaan nu dus naar BPR. Helemaal niks gefilmd. We waren ook vet kort en we hebben het misschien een beetje verkeerd gepland of zo. Ik heb geen idee. Want het hele idee was eigenlijk dat we daar dus best wel lang zouden zijn. Of even zouden kletsen met alles en iedereen. Maar dat hebben we dus niet gered. Leonie heeft nu een afspraak. Ik geef even een mascara hier. Nou ja, de weekday in. En de weekday in Amsterdam zit echt in zo'n mooi pand. Ik had namelijk een bepaald shirt gezien. Waarvan ik dacht, die moet ik. En het is niet deze kleur, maar het is wel blauw. Echt heel zwaar alleen. Dat is wel jammer. Inmiddels in de Pour & Bear. Verschrikkelijk. Oh, nu heb ik ook een set. Kijken of dat wat is. Deze is alleen niet bij maat. Maar dan kan ik even goed kijken voor de lengte en of het wat is. En dan kan ik hem eventueel nabestellen. Maar die jurk gaat echt heel snel uit. Ik zou zeggen dat de top een maat te klein was. Maar ze is eigenlijk 2 te klein. En de broek ook. Maar ik zie er wel doorheen dat dit heel erg leuk kan zijn. Dus misschien dat ik deze wel nabestel. Ik vind het wel een leuke set. Ik loop in Amsterdam, het is woensdag. Ik was vanmorgen eventjes in een cafeetje werken. Toen heb ik 1 shot gemaakt en toen dacht ik, ik ga meer shots maken, want het is hier heel mooi en et cetera. Heb ik niet gedaan, want ik was gewoon eigenlijk even aan het bewerken. De weekvlog van dus vorige week. En die heb ik gewoon op tijd afgekregen. Daarna kwam Lexi, mijn manager. En met haar hebben we eventjes nog gezellig. En met haar heb ik nog even gezellig gekletst. Ja, nu onderweg naar Sas. Sas Loeks. Die is
in het centrum voor een event. Dus toen dacht ik, dan kunnen we elkaar gewoon eventjes meeten. Dus dat gaan we nu doen. En ik ben vandaag gegaan voor een outfit die een beetje uit mijn comfortzone is. Het zijn met een blouse en een satijnen maxirok. En allebei draag ik. Allebei vind ik leuk, maar ik had het nooit echt zo gecombineerd, dacht ik. Maar ik zag het natuurlijk weer op Pinterest. Dus, sorry, ik ben buiten adem, maar ik loop echt al een kwartier. Want ik dacht, ik ga gewoon lopen. Het was 38 minuten lopen. En ik zou anders of met OV kunnen gaan. En dan had ik daar moeten wachten op haar. Of ik ging lopen. En ik ben gaan lopen. Dus ik ben gewoon trots. En ik heb wat willen eten net waar ik net op was. Maar ze hadden een verkeerde levering. Ze hadden niks binnengekregen. Dus ik heb niks gegeten nog. En inmiddels is het 11 uur. En ik ben al op sinds 6:30. Dus ik heb echt heel veel trek nu. Inmiddels met Sans. En we zijn in een geweldige vintage winkel. En Sans heeft natuurlijk iets gekocht. Maar hij is al ingepakt. Ze kan het niet meer laten zien. Maar het is een roze Versace zonnebril. En ik ga nu even laten zien wat ik allemaal geweldig vind hier. Nou, eigenlijk alles wat hier staat. Jou ook. En ik stond net ook hier allemaal zonnebrillen te passen en te kijken. En echt geweldig. En heel deze spiegel. Het is echt een hele leuke winkel. En het heet Gimme Glitter. En ik zou erheen gaan als jou was. Fucking leuk. Het is allemaal designer trouwens. Dus het is wel duur. Of veel geld. Oh, de paskamers zijn dicht bij de Monkey. Maar ik heb deze linnen broek aan. Lengte is echt... Lengte is echt perfect, ja. Ja. Maar... Oh. Jij staat er. Ja, maar nu heb ik hem... Hij zat... mijn rok zat aan de achterkant er nog in. Oh. Dus toen leek hij nog eventjes te groot. Te klein. Oh, ja. Ja, ik vind het wel leuk hoor. Hoe voelt hij aan? Ja, hij kriebelt, maar wel echt linnen kriebel. Aan de binnenkant. Oh ja, nee, ik denk dat ik wel snap dat je, ja. De fit is heel mooi. Ja, ik vind hem wel leuk. Ja. Kijk, hier ga ik nog even over nadenken. I like it. Weet je wat ik een van de ergste dingen ever vind? Bij zijn met al mijn podcasts. Wat de ak moet ik nu doen? Ik weet het niet. Nou, ik heb mijn haar even vol gespreid met droog shampoo. Dus ik laat, voorheen ging ik dan altijd meteen borstelen. Maar nu laat ik het gewoon heel even erin zitten. En ik had gisteren mijn skincare voor een deel in de auto gedaan. Dus dit zat nog in, hoe heet dat? Mijn tas. Mijn dagcreme. Van gisteren echt een hele leuke dag. En dan ook een relaxte dag. Even mijn bolletje gebruiken. Deze heb ik ooit eens gekocht bij de Action. En het idee was volgens mij dat je deze zeg maar een half uur in de koelkast moet laten maximaal. En er hele routine mee doet. Ik doe er helemaal niet zo heel veel geks mee. Maar ik vind het gewoon soms zo lekker. En dan ligt 24/7 in de koelkast. Dat ik het gewoon zo lekker vind. Oké. Ik kreeg een pakketje. En het is van Delphine's. Lieve en mij, leuk dat we elkaar hebben gesproken op het B en The Brands event. Hierbij de Replumping Shampoo, Conditioner en de Hair Filler. We hopen dat je er blij mee bent. Liefst team Delphine's. Nou zeker. Ik heb namelijk gezegd dat ik een beetje dun haar heb en ook een beetje futloos. En ze gaven aan dat dit geweldig was. Dank jullie wel. Geen samenwerking, gewoon gekregen. De melk gaat naar Marloes. Ik ga zo meteen naar Marloes toe. Echt zin in. En vanavond gaan we kijken bij Zico's padeltoernooi. Ik heb nog een pakketje. Ondertussen ook mega veel aan het wassen. Het is echt zo'n troep in mijn huis altijd. Maar ik heb de set aan die ik net heb unboxed van Pull & Bear. Hij is dus lang genoeg. Ik had hem denk ik wel een maatje kleiner kunnen nemen. Want ik heb hem aangesnoerd. Maar kijk. Het is echt super, super stretch. Echt heel chill. Super stretch, echt heel chill, dat zei ik. Maar het is dus grijs en een beetje gemeleerd. En het is dus een cohort set. Dus er zit een losse top bij. Ja, ik heb een sportbroek aan. En die heb ik even naar beneden getrokken. Dus dat zat echt... Want die heb ik even gewoon eronder gelaten. Dus dit drukte me vet eventjes. Dus dan zit het minder netjes. Maar best leuk, toch? En deze zonnebril. Vond ik ook wel gezellig. Ja, ik vind het wel leuk. Ah, ik vind het altijd zo leuk om cohort setjes te hebben. En die vind ik gewoon niet altijd heel vaak op mijn lengte. Dus dan kan ik meteen helemaal ervan genieten. En ik vind die top los leuk. En de broek los leuk. En als set helemaal leuk.
Dus ja, ik ben wel blij ermee. Ik denk ook echt dat dit wel heel erg leuk is met mijn zilveren sieraden die ik elke freaking dag draag. Even kijken, want ik liet net de inhoud van mijn tas vallen. Dus ik heb twee verschillende oorbellen op de grond. Maar ik denk dat dat dus best wel leuk is hierbij. Ja, deze eerder bij deze set dan. Happy MA! Ik ben echt heel erg vrolijk vandaag. En ik had verwacht dat ik dat niet zou zijn. Want ja, ik had een ochtend eigenlijk helemaal niks eventjes. En ik had mezelf voorgenomen om dan lekker op bed te blijven liggen. En gewoon even niks te doen en zo, weet je wel. Maar daar ga ik eigenlijk heel vaak ook heel slecht op. Omdat ik me dan niet fijn voel. En dat ik me dan ga vergelijken met allemaal mensen en dingen. Maar het ging heel goed. Ik heb echt gewoon gechilled tot de max. En ik heb zelfs chips gegeten. Als lunch, ontbijt, brunch, you name it. En ik voelde me er ook prima bij. Want soms is dat gewoon niet helemaal zo. Oké, ik ga dit denk ik gewoon aanhouden vandaag. Dus ik ga heel even nog even in een full body spiegel kijken. Want dat had ik nog niet gedaan. Boven. En dan ga ik dus mijn spulletjes pakken om naar Marloes te gaan. En ik had ook deze items. Ik had net dat kaartje voorgelezen van dat event van leuk dat je daar hebt gesproken. Daar stond ook dit bedrijf. Self-tanning iets. Ik doe er gewoon niks mee. Dus ik kan je ook niet vertellen of het goed is. Daar had ik dus ook allemaal self-tanning dingen gehad. En die onderste heb ik dus echt al heel lang. Dat is volgens mij full body. En het bovenste ding, of die middelste, is voor je gezicht. En ik doe er gewoon niks mee. En ik ben natuurlijk aan het opruimen. Dus die gaan naar Marloes. Oké, ik ga even mijn sportbroek uitdoen. En dan jas aan. Ik wil wel, denk ik, een leuk schoentje nog hieronder. En ik had gisteren rode schoenen. Dat is wel een leuke knal, maar ik denk dat ik dat nu niet ga doen. Ik ga lekker... Ik ga ook een leren jas aan doen. Ik ga niet voor kleur. Ik ga lekker voor donker. Heerlijk. Hoe kleurrijk ik gisteren was, hoe donker ik vandaag. Want ik heb wel lichtgrijze schoenen. Stiekem vind ik eigenlijk die niet super leuk, maar de zwarte schoenen die ik heb zijn met heel erg wit. En dat leek me ook niet zo super... Oh, nu ben ik er aan het twijfelen. ik kan ook... Ik heb ook natuurlijk mijn Nike Panda's. Deze schoenen eronder. Is dat weet je wat? Laat het maar gewoon. Ik blijf gewoon zenuwachtig voor openbaar vervoer. En ik denk dat dat het een beetje is. En dat ik nu dan aan het uitstellen ben. Dat moet ik niet doen. Ik moet gewoon gaan. Ik moet letterlijk 13 minuten in de trein. Maar toch ben ik er zenuwachtig. Maar oké. Let's go. Wij hebben... hoe heet het ook weer? Oh nee, Have a Roll. Have a Roll hebben we nu. Het is een hele hype natuurlijk, want ja, volgens mij is het afgelopen zomer geopend al. Ja, wel lang ja. Nog alleen maar nooit gegeten, maar echt heel lekker. Mm. Oh mijn god zo. Zo romig. En zijn vegan. Ja, dat is echt knap. Ja. Nou, we zijn inmiddels op de Delbaan. En we moesten opschieten, dus we hebben ons avondeten meegenomen. En we hadden voor de jongens ook, ja, het is een beetje overbelicht, ook zo'n cinnamon roll gehaald. Echt super lekker. En ze moeten zo meteen hier. Oké, het eerste potje hebben ze gewonnen. 3-2 uiteindelijk. En nu moeten ze weer recht tegenover ons. Hey, leuk naar een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag volgens mij. Ik begin de vlog vandaag pas. Dat komt omdat ik afgelopen paar dagen wel aan het filmen was. Maar voor mijn moeder vertrekt serie. Want, en ik denk dat ik het kan zeggen nu zonder te huilen. Mijn moeder is geëmigreerd. Deze week. Ja, het is gelukt. Super. Tico en ik hebben net gedoucht. En ik heb net mijn haar eventjes gedaan. Ja, wij gaan eventjes de stad in. Eventjes iets... hoe heet het? Ontbijt halen of brunch halen. Gewoon even lekker met z'n tweeën. Even quality time. Want gisteren was echt zo'n drukke dag. Gisteren had ik therapie, padel. Ik heb weer gepadeld. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik mag werken. Mijn blessure is zo goed als voorbij. En daarna had ik naailes. En dan heb ik de hele avond eigenlijk gehuild. Dus nu gaan we even lekker quality time hebben. En ja, wat heel erg leuk is. Ook heb ik even een wasje gedaan. Want heel grappig, mijn moeder en ik hebben dus het huis helemaal leeggetrokken. En toen gingen we nog heel even naar de kringloop om iets weg te brengen daar. De laatste dingen waarvan ze toch dacht, ha, dit doe ik toch weg, zeg maar. En dan te laat om te verkopen. Het is letterlijk al niet meer in Nederland. Wanneer, welke dag was dat nou? Dinsdag, sorry, eergisteren. Als er zoveel is gebeurd, ben ik de dagen een beetje kwijt. Maar toen vond ze nog twee jurkjes. En deze zijn... Van een
bepaald merk, maar dat heb ik er even uitgeknipt, want ze waren nog helemaal nieuw. Een soort van zwembadstofjes, ze zijn echt heel erg relaxed. Met een split. Nou, mijn moeder was er helemaal blij mee. En nog een blouse die hier hangt. Wacht, kan je dit zien? Het is nu veel te donker hier. Het ligt op de overloop, helpt geen tiet. Maar en dan een soort van mooi kobaltblauw blouseje. Nou, dus die moest ik nog heel eventjes wassen. Dus dat heb ik nu gedaan. En dan ga ik die later meenemen. Inmiddels is het de volgende dag. We zijn namelijk gaan padellen. Daarna zijn we heel eventjes gaan hangen met Sico's broertje. Blijven hangen in de op de padelbaan. En daarna zijn Sico en ik naar huis gegaan. Hebben we pizza besteld. En hebben we een nieuwe serie gestart. The Gentleman heet het. En tot nu toe vinden we het allebei echt heel erg leuk. Dus ik denk dat we vanavond weer verder gaan kijken. Nu zijn we in Amsterdam. Gaan we een broodje halen weer. Want mijn schatje is TikTok famous, hè. Die is foodfluencer op TikTok. En het is gewoon zo leuk om te doen. En ik ben dan aan het filmen en ik bewerk die filmpjes. En ik vind dat heel erg leuk. En Zico vindt het heel erg leuk om die filmpjes te uploaden. Dus eigenlijk heel erg gezellig. Nou, we zijn dus bij de focacceria. Hebben we gehaald. We gaan nu ook even lopen naar een Dixie. Wacht even, dat was niet een leuk shot. Iets verder is het park natuurlijk. Dus gaan we even in het park eten. Het zonnetje is ook lekker. Dus ik ben helemaal blij. Nou jongens, dit is lekker. We zijn lekker in het park. We zitten in de auto weer. We rijden in Zaandam alweer. Maar, of we staan voor stoplicht in Zaandam. Maar Zico die is dus, sinds dat we op Bali zijn geweest, in Indonesië zijn geweest, want we zijn op meerdere plekken geweest dan in Bali natuurlijk, is Zico Duolingo Indonesisch aan het leren. En ik was op vakantie, deed ik nog mee. Maar ik ben gestopt. Ik weet dat je dat jammer vindt, maar ik vind het niet jammer eigenlijk. Ik vond het zo... Eigenlijk heb ik best wel een talenknobbel en vind ik dat ik talen heel goed kan. Maar het ging er gewoon niet in. En toen dacht ik, dan laat ik het gewoon los. Want ik vond het gewoon niet leuk. En toen dacht ik, als ik iets niet leuk vind, ga ik het niet doen. Wat is er? Het is zo makkelijk. Ja, het is misschien wel makkelijk. Maar we zijn alleen maar... Nou, zo makkelijk, dat klinkt zo... Stom. Het is zo onlogisch dat het logisch is. Ja, je kan zeggen, saya mau. Saya mau. Bayar. Ja. Ik wil betalen. Kamu. Kamu kuat. Maar ja, dus dat betekent dat jij wil betalen. Dus dan kan je gewoon, zeg maar, dat woord. Oh, betalen is, het blijft hetzelfde woord bedoel je? Ja. Ja, precies. Nou ja. Hij betaalt, wij betalen. Ja. Het is daar gewoon iedere keer betalen. Mau blijft gewoon ook hetzelfde. Mau. Mau is jij. Nee, ja, jij nee, en jou. Mau is, nee, nee is hebben. Willen. Hebben, willen. Hebben, willen. Kut! Punya is hebben. Mau is willen. Ja. Maar of heb. Dus punya is gewoon hebben, willen. Gewoon het hele werkwoord hebben. Ja, is punya. Ja, dat is toch makkelijk. Ja, oké. Okay. Nee, dat heb ik allemaal. Ik heb, weet ik het van hij heeft. Ja, il e. El e. Hele gezeik. Vuzet. Noesom. Mijn favoriete zin in het Indonesisch is Saya suka susu. I like milk. Susu is melk. Saya suka kucing. Kucing ini minum air. Kucing is kat. Minum, drinken. Air is water. Sorry voor het shaken, maar jullie staan in de auto. Dat cat. De cat. De kat. De kat drinkt. Ja, wat is dan de? Ini. 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 Of itu. Itu. Ja, en wat zei je nou net ook weer? Oh ja, en ik weet ook een paar kleuren. Putih is wit. Merah is rood. Ik hou jullie nog wel even vast, het is helemaal niet lekker kijken natuurlijk. Sorry daarvoor. En wat was zwart ook? Hitam is zwart. En nu rijden we in Zaantje Banaantje, want ik heb natuurlijk weer Vinted dingen gescoord. Dus moet ik even hier ophalen. Wie is dat? Anouk. Maar ik was dus ook op Duolingo, was ik ooit Spaans begonnen met leren. Maar blijkbaar is dat helemaal niet goed, Spaans of zo. Want mijn moeder, die nu dus geïmigreerd is, die heeft echt Spaanse lessen gehad, fysiek. En echt super moeilijke taal. Maar echt super leuk. Dus ik hoop echt dat mijn moeder het over een tijdje helemaal vloeiend spreekt. En dat ik heel veel van haar kan leren. Er lagen er gewoon drie. Terwijl er maar eentje volgens de tracking er was. Dus lucky day. Het is vrijdag. En vrijdagavond heeft Zico iets gepoept. Hij was aan het dansen. Het is dus vrijdag en vrijdagavond
staat al een tijdje nu geblokkeerd in mijn agenda. En ik wist niet zo goed waarom. Ik weet nog steeds niet waarom. Maar nu dacht ik, ik ga iets aandoen. En ik had dus deze set die jullie van vorige week nog hebben gezien. Inmiddels staan we op Sloterdijk. We hadden het dus vandaag ook over Indonesische taal. Oh, daar is onze metro. We gaan lekker Indonesisch eten. Oké, we zitten en we zijn heel erg vroeg aan het eten. Dus het is nog eigenlijk helemaal rustig. Het is 3:15. Je horloge is er niet meer, hè? Nee, het is nog geen 6:00. En achter mij zitten eigenlijk best wel een paar tafels bezet. Maar het idee van het restaurant is dus een soort van rijsttafel. Dus dat je alle gerechten krijgt. En die ga je een beetje delen met elkaar. En het is €45 per persoon. Ja. Ja, en je moet met minimaal dus 2 mensen komen. En we zijn helemaal benieuwd. Maar ik ben ook een kipgerecht met een mesje wel. Ja? Oh, er zijn dus blijkbaar ook. Ja, ik heb de menukaart alweer teruggegeven. Echt stom. We zijn heel erg benieuwd. En we hadden eerst een ander restaurant voor ogen, Indonesisch restaurant. En dat was meer echt een beetje de waroen. Iedereen, dit is best wel een luxe iets. Maar ik heb er echt heel erg veel zin in. En mijn wijn is €9 het glas. Maar echt heel erg lekker. We eten dus zo vroeg, omdat Sico nog een planning hierna heeft, wat ik ook weer niets van af weet. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan naar Waterloopplein. Daar is blijkbaar iets. Of iets in de buurt, ik weet het niet. Het ziet er leuk uit, hè? Ga naar je moeder sturen. Allemaal verschillende gerechtjes. Ook saté en dingen. En dan is er nog witte rijst, nasi, achar, kokos en nou ja, ik weet niet zo goed. Misschien serundeng. Even kijken, wat is dit? Gefrituurde uitjes. Och, ik heb hier zo'n zin in. Echt zo leuk hoe ze dit hebben gedaan. Oh mijn god. Ik ben helemaal benieuwd. Het is echt enorm lekker. We zijn nu een beetje ons laatste bordje aan het maken, want we zitten echt bijna vol. Maar je maakt ook een stiekem een beetje een kliederboel van. Slagveld. Slagveld, ja. Maar het is echt freaking lekker. Echt niet normaal. Oh, die mensen achter ons krijgen nu ook allemaal. Oh, die hebben ook bloempjes genomen. Oh. Nou, we staan weer buiten. Ik heb heerlijk gegeten. Het was echt super lekker. En nu gaan we dus lopen naar Waterloopplein. En om 8:00 is er blijkbaar iets op Waterloopplein. Ik heb geen idee. Chico is full of surprises, as usual. Dus we gaan het zien. Ik zit allemaal vragen te stellen aan Chico. Ik zei ook, zijn er andere mensen? Moeten we om 8:00 specifiek ergens binnen zijn? Moeten we buiten zijn? Ik heb geen idee. Opeens staan mensen vieren. Opeens stonden Leo en Patty zonder voor ons. Ze zitten wel mooi in het hoekje trouwens. Ja, we gingen wel even proberen te verstoppen. Ja, maar ik keek echt jou. Ik keek zo jou aan. Toen dacht ik. Even. We hebben dus niet. Als het goed is, niet een super, super moeilijk. Oké. Okay. Maar als het goed is, wel super leuk. Oké, dan. Oh mijn god. Nou, wij hebben. Ziek en ik een tijd geleden van Leo en Pet voor onze verjaardag dit gekregen. Maar toen was het door corona, volgens mij. Toen ging het niet door. Ja. En toen gingen we echt weer op vakantie en toen bleef het gewoon eventjes een beetje liggen. Dus ik weet eigenlijk niet, waarom was het een verrassing voor mij dat we dit gingen doen? Zeg maar dat we gingen afspreken überhaupt. Zico wilde gewoon een keer afspreken als verrassing. Zico wil altijd verrassingen. En toen zei ik, misschien moeten we dan datgene doen wat voor jullie een verrassing nog is. Oh ja. Nou, Zico wil altijd verrassingjes doen. Maar ja, ik vind het niet erg. Was heel erg. We hebben dus de escape room gedaan bij Waterloopplein. We hebben Magic heet die. En ik vond het echt super leuk. Echt geweldig. Ik ben zo blij. Dat je het altijd leuk vond? Ja. Nee, het was echt. Maar met dat thema moest ook wel. Mijn thema, Harry Potter. Maar, of het was niet per se Harry Potter, maar ik kreeg Harry Potter vibes. Ja. Maar het was echt heel erg leuk en nu gaan we even een drankje doen. Morning, het is 7:30 en ik ben nu een half uurtje wakker of zo. En ik ga vandaag mijn nagels laten doen. Want ik doe het altijd bij mezelf. En nou ja. Dit zijn mijn eigen nagels, zeg maar. Nu zie je hoe ze eruit zien zonder nagellak altijd. Maar ja, ik ga natuurlijk op vakantie. Dus dan dacht ik, ik ga mijn nagels een keertje laten doen weer. Had ik zin in. Inmiddels skincare gedaan, aangekleed. Ik moet nog wel echt mijn haar doen. Maar ik weet gewoon nog niet. Ik denk dat ik het gewoon in een klem ga doen vandaag. Maar kijk, ondertussen is al die bijapper af. Wat een werk was dat. Niet normaal. Oké. Het regent, dus dat is heel jammer. Dus daarom ga ik mijn haar niet eens doen. Want ik ga, als ik terug ben, van mijn nagels doen. Padellen met 3 vreemden. Jas aan en dan kan ik gaan. En ik denk dat ik gewoon ga voor wat ik altijd heb. Gewoon basic.
maar dan gewoon even goed. Want ik doe het altijd lelijk. En dan zit het gewoon mooi en dan heb ik een hele mooie basis. En ik ben weer thuis. Oh, ik ben dus gegaan voor clean. En daar hou ik gewoon van. Het is ook iets korter. Dus er is weer ruimte om te groeien. Maar ik vind het gewoon echt heel clean en heel erg mooi. Dus ja. Ik ben zenuwachtig. Want ik ga padellen. Ik merk maar dat ik zenuwachtig ben. Dat ik weer over bullshit aan het praten ben. Oké. Schoen aan. En gaan. Oké, ik laat jullie zo meteen weten hoe het was, ja? Ik heb verloren. We hadden geen tiebreak gedaan trouwens. Dus dan is 5-7 klopt wel dan toch? Ja. Ja, het was 5-7 voor de ander. Toen werden we ingemaakt met 6-1. Nee, 6. Ja, 6-1. En daarna wonnen we weer met 6-1. Dat je denkt, shit. Maar het was leuk. Mocht het hier zijn gekomen, laat dan even het woord shoplog achter. Want ik heb dus de afgelopen 2 weken ja, niet echt gefilmd extra's. Maar wel wat spulletjes gekocht. In onder andere kringloop heb ik helemaal niet gefilmd. Naked spulletjes heb ik dus gekregen. Dan kan ik aankomende zondag, dus over 2 dagjes, even een shoplog opnemen. Laat maar weten.